zitten. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering, zeg. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik? Een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik? Een radio. Een Pioneer radio, ja. Maar wat is het met die radio aan de hand? Ja, dat is Dikkie Dik en ja, hij ziet het frontje. Het frontje zit er nog op, ja. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben. Zouden jullie niet zo'n radio willen hebben? Ja. Dikkie Dik, kom kijken wat hij doet. Hij pakt de grote hamer, laat was de reut in. En meteen begint het alarm op de auto te loeien. En hij begint te trekken en te trekken. Maar op zo'n dikke. Wie komt daar aangelopen? Politie, Dikkie Dik is een boef. Politie? En gaat Dikkie Dik naar de gevangenis? De politie, ja. Dan gaat Dikkie Dik op de politie, ja. Maar gelukkig heeft Dikkie Dik net de radio te pakken en hij zit op de gevangenis. En dan gaat een heel klein steegje binnen. Maar niet. En hij heeft zichzelf in het nauw gedaan. Oh. En wat zal er gaan gebeuren, denken jullie? Gevangenis voor Dikkie Dik. Dikkie Dik naar de gevangenis. Politieagent was een zoonmieter. En wat is er met die politieagent aan de hand? Die is ziek. Die is hartstikke dood. En nu kan Dikkie Dik met een gerust hart naar huis. Ja, samen met zijn radio. Ja, met zijn radio. En eindelijk thuis komen gaat Dikkie Dik lekker lang op die grote sofa liggen. En hij zet een hele gezellige grote dikke spuit. Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was mijn spannend avontuur van Dikkie Dik, hè? Ja. Ja. Ik zou maar zeggen, dag Dikkie Dik. Tot de volgende keer!